Waar ik me mee bezig houd, dingen die mij aan de ene kant aantrekken en aan de andere kant heel erg afstoten, of waar ik niet uit ben of die me dwars zitten, of ja, iets waar ik maar mee bezig blijf, dat komt terug in het werk, want die contrasten eigenlijk, die zie je daar ook in terug. En dat je niet precies kan peilen of iets goed bedoeld is of niet, of kwaadaardig is of niet, of waar je, hoe mensen met elkaar omgaan en wanneer dat prettig is en wanneer net niet meer, of wanneer dingen, dat je naar iets verlangt of misschien toch niet. En al die onduidelijkheid is eigenlijk wat mij in het leven ook bezighoudt, en dan verwerk je dat in je schilderij. Ik interesseer me ook in de samenleving, een soort van geforceerde samenleving waar mensen het maar met elkaar moeten doen. En ook onaangename situaties terechtkomen waar je eigenlijk niet weet wat kwaadaardig is en wat niet. En wat toch een heel verontrustend gevoel opwekt. Ja, er zijn figuren die komen en gaan terwijl ik schilder. En ik verbaas mezelf ook met wat een afstotend, schrikkende dingen er dan komen. En dan op andere momenten eigenlijk weer teder en prettig. En dat dan zo samenleeft in één doek vind ik heel spannend.